En de eerste spreker daarin is Martin Pels. En Martin is ook alumni van NLNet Labs, net waar ik ook voor werk. Maar hij en heeft voor allerlei instanties gewerkt. SARA en AMSIX. En werkt nu voor de RUIP NCC, weer aan DNS, waar het ooit ook begonnen is. Dat is heel mooi. En het praatje gaat over de NL Nog Ring, waar wij bij NLNet Labs ook al lang lid van zijn en waar ik dankbaar gebruik van maak. Dus ik vind het een fantastisch ding. En, ik weet niet of hier al gebruikers zijn van de NL Nog Ring, maar Martin gaat... Ja. Twee. Laat vertellen over de afgelopen 10 jaar. Oké, dankjewel. Ik wil inderdaad iets vertellen over NL Nog Ring, over het ontstaan ervan en hoe we het platform hebben uitgebouwd de afgelopen 10 jaar. Allereerst, NL Nog Ring is ontstaan uit NL Nog. NL Nog is de Nederlandse Network Operators Group, is in ongeveer 2002 begonnen als een mailinglist en een IRC-kanaal van een aantal network operators in Nederland. Inmiddels is er ook een stichting aangekoppeld, Stichting NL Nog, en die organiseert de NL Nog Day elk jaar in september. En een leuke nieuwjaarsborrel en voor de rest probeert het allerlei mooie initiatieven op het gebied van netwerken en internet in Nederland te helpen en te ondersteunen. En mijn verhaal begint eigenlijk op het IRC-kanaal van NL Nog. Daar was een netwerkengineer en die had een probleem. Die had aan een issue dat hij een aantal bestemmingen niet kon bereiken met zijn traceroutes. En hij testte en hij testte en de ene traceroute liep hier dood, een andere traceroute liep daar dood. En hij kon maar niet uitvinden waar nou zijn probleem zat. Dus toog hij naar het IRC-kanaal om eens aan zijn collega's te vragen... Kunnen jullie mij helpen? Kunnen jullie mij traceroutes sturen vanuit jullie netwerken om te kijken waar ik nou mijn storing heb? Welk IRC-kanaal? NL Nog, op IRC-net. Ja. Dus hij vraagt aan zijn vrienden op NL Nog kunnen jullie mij traceroutes sturen? Nou, zo gezegd, zo gedaan. Mensen draaien een traceroute, sturen dat naar hem op. Hij gaat verder met debuggen en een dag later komt hij terug. Nee, ik weet het nog steeds niet. Kunnen jullie nog eens een keer wat testen? En dat gaat zomaar door. En dat ging uiteindelijk ging dat voor een aantal weken door. En uiteindelijk heeft hij wel zijn probleem gevonden. Het bleek een storing te zijn in het platform van een internetknooppunt in Amsterdam. Maar het punt van het verhaal is, dit duurde weken en mensen werden spuugzat van hem, omdat hij de hele tijd liep te vragen, stuur mij zijn traceroute. En iedereen had zoiets van, leuk, ik wil je graag helpen, maar ik heb ook ander werk te doen. Dus in de discussie die er ontstond, kwam iemand op het idee, wat nou als iedereen hier in het kanaal een VM'tje opspint of een server levert in zijn eigen netwerk en we geven elkaar toegang. Dan kan iedereen gewoon zelf zijn test draaien en dan hoef je elkaar niet ermee lastig te vallen. Zo gezegd, zo gedaan. Een aantal mensen die bouwden gelijk een servertje en met een man of vier vrijwilligers zijn we aan de knutsel geweest tijdens de kerstdagen van 2010 om wat managementinfrastructuur op te tuigen. En zo in 2011, januari 2011... was daar de lancering van de NL Nog Ring. Nou, wat is de NL Nog Ring? Het is een hartstikke handig debug-platform, met name bedoeld voor network engineering troubleshooting. En het idee is heel simpel, je levert een VM of een fysieke server in je netwerk en vervolgens krijg je toegang tot servers elders. En dat kan zijn in Nederland of elders in de wereld. Wat heb je daarvoor nodig? Allereerst een machine natuurlijk. Een IPv6-adres moet hij hebben. IPv4 vinden we minder belangrijk, is optioneel. En daarnaast een Ubuntu-install. We hebben geen zin om 80 verschillende besturingssystemen te beheren. Dus we hebben gestandardiseerd op Ubuntu.
Op dit moment nog 18.04. We gaan ook wel upgraden voordat de support afloopt. En daarnaast belangrijk, je moet een autonomous system hebben op het internet. Je moet daadwerkelijk een netwerk hebben. Want dat is meteen ook het voordeel. Op het moment dat je problemen ondervindt, kan je ook praten met de mensen die de andere ringnodes beheren. En die hebben daadwerkelijk toegang op de netwerkdevices. En die kunnen daadwerkelijk iets voor je oplossen. Mocht je nu meteen al zoiets hebben van, oh ja, vet, ik doe mee. Staat een linkje naar de website met een formuliertje wat je kan invullen. De eerste dagen, hoe zijn we begonnen? We zijn begonnen met een stuk of 10 servers in Nederland. En daarnaast, om het geheel te beheren, hadden we al snel door, dit gaat mogelijk heel groot worden, dus dit moeten we automatiseren. Dus we hebben een Puppet Master opgetuigd om wat software te installeren en SSH-keys van gebruikers uit te rollen over alle nodes. Een aantal vrijwilligers heeft wat eerste tools geschreven, RingPing en RingTrace, om gedistribueerd ping- en traceroute te doen. Daar laat ik zo nog wat meer van zien. En het project kreeg zijn eigen mailinglist en een IRC-kanaal. Een jaar later al zaten we tegen de 100 nodes en toen werd onze arme Puppet Master, die begon het al moeilijk te krijgen. Dus vervolgens hebben we een call uitgedaan voor ondersteuning, voor financiële middelen om wat eigen infrastructuur op te tuigen. Nou, dat heeft geresulteerd in 6 fysieke servers die we gekregen hebben. Plus nog het geld om een 7e te kopen. Dus uiteindelijk hadden we 7 servers, inclusief co-locatie, om genoeg infrastructuur te bouwen om dit geheel te beheren. De jaren daarna zijn we begonnen met wat tools te bouwen. Het eerste wat we hebben gedaan is een looking glass opgezet, zodat je ook een BGP view hebt van de verschillende ringnodes. Dus niet alleen het datapad tussen de verschillende ringnodes wat je kan testen, maar je hebt ook een BGP looking glass om te kijken hoe het in de routing table uitziet. Wat wel aardig is aan het looking glass is dat we ook RPKI validatie doen. Dus als je al RPKI ROA's hebt in je, voor je AS, voor je prefixes, dan kan je in ons looking glass kijken of die overal goed valideren. Een andere tool die we gemaakt hebben is een API voor onze database, zodat je een overzicht eruit kan trekken van welke ringnodes waar staan, inclusief geocoördinaten en IPv4, IPv6 adressen en dat soort zaken. En we hebben een tooltje geschreven dat heet RingCurl. Dat is een gedistribueerde versie van de curl library. En daarmee kan je heel handig CDN-testjes doen. Bijvoorbeeld om te kijken vanuit verschillende plekken in de wereld welke CDN-pop een HTTP-request naar een website raakt. Een andere hele handige tool is SQA. Wat dit doet is op elke ringnode draait een daemon die pings doet naar elke andere ringnode. En op die manier krijgen we een full mesh beeld van wat er allemaal gebeurt tussen de vele ringnodes. En op het moment dat er een grote hoeveelheid pings falen vanaf één ringnode, dan wordt de on-call engineer gebeld. Maar daarnaast stuurt de SQA-daemon die stuurt een mailtje of een alert over IRC naar je toe, als je dat wil. En daarin staan ook een aantal trace routes. Dus je kan meteen zien welke trace routes naar welke ringnodes falen. En dat is zeker in het geval van kortstondige problemen heel handig, omdat zo'n trace route meteen op het moment van falen gedraaid wordt.
En op het moment dat dan 5 minuten later jezelf inlogt en het probleem is alweer weg, heb je in ieder geval nog die trace gehad om te zien wat er mis was. De data vanuit SQA wordt ook verzameld op sqa.ring.nl.net, waardoor we ook zaken kunnen correleren. We kunnen bijvoorbeeld zien als een grote ISP, een grote transit provider, ergens in Europa sterft. Dan kunnen we zien dat verschillende ringnodes problemen hebben op elkaar te raken. En uit die trace routes kan de SQA collector opmaken waar waarschijnlijk het probleem zit. De ring die groeide. In 2011 begonnen we met alleen Nederland, maar al snel waren er ook partijen elders in de wereld geïnteresseerd om mee te doen. Dus we zaten al snel op een paar honderd nodes. En dat zorgde voor nogal wat problemen op onze centrale Puppet server. Daarnaast hadden we ook af en toe problemen als de server crashte om andere redenen en we geen key management meer hadden en dat soort zaken. En tenslotte gebruikten we op dat moment Puppet 2. We wilden upgraden naar een nieuwe Ubuntu release. Dat betekende dat we naar Puppet 3 zouden moeten en dan moesten we al onze playbooks herschrijven. Kortom, we hadden een hoop werk te doen en dit was een goed moment om eens te gaan kijken naar alternatieven. Als alternatief hebben we gekeken naar Salt en naar Ansible. Op dat moment hebben we het over 2015, waren dat redelijk nieuwe tools en redelijk hip. Dus dat was waar we als engineers naar wilden kijken. Die hebben we naast elkaar gelegd en eigenlijk de belangrijkste criteria voor ons waren dat we masterless konden draaien, zodat we geen single point of failure meer hebben. Zoals Puppet als Salt werken met een centrale server die communiceert met alle nodes. Nou, daar wilden we eigenlijk wel vanaf. Een ander ding is het draaien van een minion agent op de node vonden we ook wat onhandig, zeker voor provisioning. Je wil eigenlijk vanuit het niks wil je makkelijk kunnen bootstrap. Nou, dat is met Ansible ook vrij makkelijk. Het enige nadeel wat we voor Ansible vonden was de snelheid van het draaien van een playbook. Dat gaat met bijvoorbeeld Salt veel sneller. Maar dat was voor ons minder belangrijk omdat we eigenlijk maar één keer in de paar uur iets willen veranderen. Dus dan is het niet erg als je playbook een half uur draait. En uiteindelijk hebben we ook nog een andere oplossing gevonden voor de snelheid waar ik zo nog iets over zeg. Dus we zijn overgestapt van Puppet naar Ansible met een kleine hackathon met een man of drie hebben we alles omgetypt. En dit eindigde met deze prachtige pull request waarbij we Ansible gebruiken om Puppet te verwijderen vanaf alle ringnodes. Dit is de architectuur zoals die er nu uitziet. Wat we doen is, al onze configs staan in GitHub. Uiteraard met vrij weinig wachtwoorden en de wachtwoorden die erin staan, die zijn encrypted. En elke ringnode draait Ansible in pool mode. Dus er is geen centrale server, elke node is voor zichzelf verantwoordelijk. Download de repository van GitHub en draait zijn eigen playbooks. Voor de rest hebben we een key manager die kan ook gebruikt worden door onze leden om SSH-keys toe te voegen en die worden vervolgens in GitHub gepusht. En we hebben wat zaken rondom, zoals de PowerDNS database voor onze zones en de website natuurlijk. Het leuke aan Ansible is ook nog dat je, wat we gedaan hebben is dus pool mode. Dat is heel leuk, alleen vervolgens wil je wel weten of al je nodes ook daadwerkelijk hun Ansible runs draaien. Daarvoor was er in de tijd al Ansible Tower, maar dat was een betaalde dienst.
En eigenlijk het enige wat we hiervan wilden was het stukje callback. En dat is heel slecht gedocumenteerd, maar dat kan je dus prima zelf bouwen. Dus dat hebben we gedaan. Elke node rapporteert zijn Ansible runs naar onze API, waardoor wij kunnen zien welke nodes gefaald hebben in hun playbooks en welke niet. En dat genereert dagelijks dit soort mailtjes naar de admins om aan te geven welke nodes er niet meer aanwezig zijn op het internet of welke problemen hadden bij een Ansible run. Ik zei net al dat de snelheid van Ansible wat tegenviel. Daar hebben we een oplossing gevonden in 2018. Toen kwam iemand met de tool genaamd Mitogen. En wat dit doet is allerlei slimmigheden met Python om bijvoorbeeld Ansible sneller te maken. Normaal gesproken wat Ansible doet is je maakt een SSH-verbinding met een host, of in ons geval, je doet lokaal een start van je playbook. En voor elke taak in je playbook start Ansible een nieuwe instance van Python en het doet allerlei geheugeninitialisatie, et cetera, et cetera. Dus elke keer als jij een paar honderd tasks in je playbook hebt, dan moet je dus een paar honderd keer Python opnieuw initialiseren, wat bij elkaar opgeteld gewoon een hoop tijd kost. En wat Mitogen doet, is eigenlijk hergebruik van al het geheugen en van alle Python code die hij in eerste instantie al heeft geïnitialiseerd. En dat maakt het een stuk sneller. Onze playbook die draaide voorheen meer dan een half uur. En nadat we dit geïmplementeerd hadden, was het hele feestje in een minuut of zeven klaar. Dus het is echt hoe het geadverteerd wordt, een vierdubbeling van de performance, dat klopt ook gewoon. Dus dat maakte eigenlijk dat onze setup ook op dat front prima schaalde. Ook bij het toevoegen van meer taken in de playbooks. We zijn inmiddels bij 2019. Dat was een mooie milestone voor ons, het aansluiten van node nummer 500. En je ziet dat we nu overal in de wereld zitten. We hebben nu 480 organisaties die meedoen in 55 verschillende landen. Als iemand nog een AS kent op Antarctica dat wil meedoen, dan houden we ons aanbevolen, want dat is het enige continent wat we nog willen missen. En bovenin Rusland is ook nog niet zoveel te doen. Maar voor de rest kan je vanaf de meeste plekken in de wereld kan je wel tests doen met het platform. Dus dat maakt het wel heel leuk. 2019 hebben we verder ontwikkeld aan onze health monitoring. Het probleem is met 500 nodes. Je zou denken, het zijn 500 standaard Ubuntu-installaties. Hoeveel kan er stuk gaan? Nou, best veel. Disks kunnen vollopen. NTP kan sterven. Elke node doet zijn eigen resolving met een lokale unbound instance. Nou, dat kan ook stuk. Dus al met al hadden we nog best wel veel werk aan nodes die om wat voor reden dan ook stuk gingen. Dus daar hebben we een stukje aan geautomatiseerd. Elke node draait nu een daemon die een aantal standaard checks doet. Heb ik nog genoeg disk space? Draait Ansible wel elk uur? Draait mijn DNS resolver nog? Kan ik verschillende hosts op het internet nog bereiken? Heb ik nog IPv4? Heb ik nog IPv6 connectiviteit? En dat pusht hij allemaal naar onze centrale database. En daaruit genereren wij mailtjes naar de partijen die meedoen met hoor je IPv6 van je ringnode doet het niet meer. Kan je dat alsjeblieft fixen? Heel vreemd. We hebben regelmatig dat nodes kapotte IPv6 hebben. Maar eigenlijk nooit dat IPv6 wel werkt en IPv4 niet. Dus
IPv6 is toch nog steeds een tweederangs burger op het internet na al die jaren. Ten slotte 2020, corona-lockdown, verveelden we ons. Dus toen hebben we de website een onderhoudsbeurt gegeven. Onze eerste website was op basis van WordPress. We zijn overgestapt naar Hugo. Dat is een tool om statische websites te genereren. Wat als handigheidje heeft voor ons dat we nu ook onze complete website config vanuit Ansible kunnen genereren. Over de laatste 10 jaar hebben we toch wel redelijk wat blije users gehad. Leuk voor ons, want dat geeft ons het gevoel dat we het ergens voor doen. En je ziet heel erg veel diverse dingen waarom mensen het platform gebruiken. Allereerst natuurlijk voor network troubleshooting. We hebben ook iemand die heeft het gebruikt als use case om bij zijn baas IPv6 door te krijgen, want dat is bij ons verplicht. Dus die zei, ja, ik wil een ringnode opzetten, maar daar moeten we IPv6 voor hebben. Oké, dan doen we dat. Daarnaast zijn er partijen die het gebruiken voor applicatie troubleshooting, CDN debugging, mailserver problemen oplossen. We horen leuke verhalen en dat maakt het voor ons de moeite waard. Want het blijft allemaal iets wat we in onze vrije tijd doen. Dan om het 10-jarig bestaan te markeren, hebben we een kleine demo gemaakt. En als het goed is, kan ik die zo spelen. Ja, dit geeft een beeld van hoe je de ring kan gebruiken. Allereerst wat je ervoor nodig hebt is een SSH-key. Die lever je bij ons aan op het moment dat je het formulier invult. En je hebt een werkende SSH-agent nodig. Nou, ik kan in eerste instantie inloggen op mijn ringnode en kijken of dit werkt, of mijn SSH-agent werkt. Ik doe een ringping naar ring.nl.net, onze website. En die faalt, dus waarschijnlijk is er iets niet goed met onze SSH-agent. En inderdaad, die draait niet. Dus wat doen we? We starten de SSH-agent en we voegen onze key toe. En ja, we kunnen deze agent nu forwarden naar onze ringnode. In dit geval gebruik ik de ringnode van Ripe. Ik log in op de ringnode met SSH en ik gebruik de main-AFLAG om de SSH-agent mee te geven. En als het goed is, moet ik nu vanuit deze ringnode kunnen doorhoppen naar alle andere ringnodes. Dus dat test ik even. En eigenlijk de meeste van onze tools die zijn gebouwd op SSH. Dus als dit werkt, dan zouden onze tools ook moeten werken. Nou, inderdaad, ik kan inloggen op FreedomNet 01. Dus kunnen we nu eens wat van onze tools gaan proberen. Nou, de eerste tool die we proberen is RingPing. En wat RingPing doet is een ping naar een bepaalde bestemming vanuit een aantal ringnodes om te kijken of je bijvoorbeeld je website werkt vanaf verschillende plekken in de wereld. Dus ik pak hier 20 random ringnodes over de hele wereld. En ik doe een ping naar ringnl.net. En kijk of alle servers die website kunnen bereiken. Nou, dat werkt. Hoera. Een andere tool die we hebben is RingTrace. Dat is eigenlijk hetzelfde idee. Je doet een traceroute vanuit verschillende punten over de hele wereld. Daarmee kunnen we zien of welke paden er gevolgd worden vanuit de wereld naar een bepaalde bestemming. We hebben allerlei opties erin zitten om mooie dingen weer te geven. Kunnen bijvoorbeeld internet exchanges identificeren. We kunnen ASN's laten zien. We kunnen de output opslaan in verschillende bestandsformaten.
Dus om een voorbeeldje te doen, ik doe een ringtrace naar, weer naar de ringwebsite vanuit 10 verschillende ringnodes. En ik gebruik hier de -A-optie. Nou, normaal gesproken in een traceroute zie je allerlei routerhops. En met de -A-optie laten we alleen de ASN zien. En zo krijg je wat schoner overzicht in het uiteindelijke plaatje wat hij tevoorschijn tovert. Hij logt nu in met SSH op alle 10 ringnodes. En hij doet een MTR om het traceroute uit te voeren en verzamelt die informatie weer. Zoals gezegd slaat hij dat op in een plaatje. Default is dat een JPEG. Maar we kunnen ook andere bestandsformaten genereren afhankelijk van wat je wil gebruiken in je presentaties of aan je manager laten zien of aan je muur wil ophangen waar je nou maar zin in hebt. Dit duurt even, maar dan hebben we ook een plaatje, dus die kan ik nu openen. En je ziet hier onderaan zie je het AS van onze ringnode en daaromheen zie je het AS van onze bestemming, sorry, ringnl.net. En daaromheen zie je de ringnodes die het traceroute doen. En we kunnen hier dus in het midden kunnen we wat dingen zien zoals transit ASN's, we zien Hurricane Electric. En we zien ook NLEX, de Internet Exchange. Op basis van de IP-adressen in de traceroutes kunnen we beredeneren dat deze paden door NLEX heen gaan. De meest krachtige tool die we hebben is RingAll. Daarmee kan je eigenlijk arbitraire commando's draaien op één of meer ringnodes. Ik doe nu een voorbeeldje van het ophalen van een DNS IPv6 record vanaf 25 verschillende ringnodes. Nou, als het goed is, zou dat op alle ringnodes hetzelfde resultaat moeten geven. Maar als je dit bijvoorbeeld doet voor Facebook en je zit in China, dan krijg je hele creatieve resultaten. Het is wel interessant om dat soort DNS censorship en dat soort zaken hiermee te troubleshooten. Nou, in dit geval geven alle nodes hetzelfde resultaat, dus ik ben blij, want het werkt. We hebben ook een aantal opties hier. We kunnen het limiteren naar een specifiek land. Dus als je klachten krijgt van gebruikers in een bepaald land, dan kun je de ringnodes uit dat land gebruiken om je test te draaien. En tenslotte hebben we nog onze API, die ik net al heel kort liet zien. Met de API kun je je eigen scripts bouwen. En op basis van je eigen criteria testen uitvoeren op de verschillende ringnodes. Dit zijn alle calls die we hebben. Om een voorbeeld te noemen, ik kan de informatie opvragen van ringnode Amazon 1. En dan krijg ik zaken als de IPv4, IPv6 adressen, geocoördinaten van waar de node staat. Ik kan zien of de node recent nog aanwezig was op IPv4 en IPv6. En onder andere ook nog een participant ID. Participant ID kunnen we gebruiken om alle ringnodes van Amazon op te halen. Nou, dat zijn er heel wat. Zijn er in dit geval 23. En ook daarvan zien we dan weer alle informatie die interessant kan zijn om in scripts te gebruiken. Nou, dit was een korte demo. Ik hoop dat dit een beetje een beeld geeft van wat het allemaal kan. En dan wil ik tot slot nog kort aandacht besteden aan de mensen die dit project mogelijk gemaakt hebben. Allereerst alle partijen die meedoen. Zoals eerder gezegd, we hebben op dit moment 480 partijen die meedoen. Dus deze slide is al een beetje ouder. Staat nog op 479. En daarnaast hebben we meer dan 50 mensen die mee hebben gewerkt, code hebben gesubmit in ons Git repository. Dus het is echt een community project geworden
met veel mensen die daaraan bijdragen. En tenslotte Amazon, LeaseWeb, PaySixStream en Access for All die op dit moment de infrastructuur leveren voor onze webservers en monitoring servers en dat soort werk. Mocht je nou denken, nou dit is vet, ik wil meedoen. Onze website ring.nl.net, daar vind je ook het formulier om je in te schrijven. Daarnaast op GitHub staat onze volledige codebase. Dat kan interessant zijn als je meer wil weten over wat we allemaal gebouwd hebben. Maar ook als je net begint met Ansible en je wilt wat goede voorbeelden over hoe je dingen doet, maak er vooral gebruik van. En ja, als je verder nog vragen hebt, als je straks naar huis rijdt, dan ring@nl.net. En tot zover. Oh, je mag kloppen. Oh ja, tuurlijk. Dat mag. Dat kan zo. Ja, zijn er vragen aan Martin? Nee, niet meteen. Nou ja. Ja, het is een fantastisch project. Het is ongelooflijk dat het inderdaad dat het een community project is. He, het is niet dat iemand hiervoor betaald is die dat allemaal... Dat is volledig gebaseerd, gerund door vrijwilligers. Ja. Ja. Zijn er ook, wat zijn de toekomstplannen voor de NL nog Ring eigenlijk? Zijn die er of is het... Groeit het gewoon organisch? Voornamelijk organische groei, inderdaad. We hebben nog wel wat wensen om wat dingen verder te automatiseren. Het kost toch een minuut of 10 per node om deze toe te voegen. Ja. Om een paar scriptjes af te trappen en kijken of alles werkt. Ja. Dus het zou mooier zijn om wat dingen verder te automatiseren. En voor de rest is het verzoeken die komen vanuit de community en dingen die door mensen zelf gebouwd worden om die toe te voegen. Dus nee, we hebben geen harde roadmap, nee. Nee. Ja, daarnaast, ja, ik gebruik zelf de ring ook voor researchdoeleinden. Dat wil ik ook nog even zeggen. Ruip Atlas is super handig natuurlijk om bepaalde metingen mee te doen. Maar ook binnen een netwerk. Maar daarmee kan je niet alles. Bijvoorbeeld geen NTP-metingen. En we hebben ook research gedaan aan NTP. En nou ja, de NL-ring was super waardevol daarin. Dat je vanuit het netwerk zelf op vulnerabilities in NTP kan testen en dergelijke. Dus dankjewel daarvoor. En bedankt voor het praatje. Graag gedaan. Ja.